Nog een kans, morgenochtend. Ondertussen bij ons in de studio nog altijd Brussels minister Pascal Smet. Zijn jongensdroom was het om het nieuws te lezen. En we gaan die nu eigenlijk op dit moment in vervulling brengen. Tenminste, als u er klaar voor bent. Ik ben er klaar voor. Spannend. Oké, goed. Dan is het nu zover. Het is 6:01. En je krijgt het nieuws van Brussels minister Pascal Smet. Touroperator Thomas Cook neemt maatregelen voor haar klanten in het Caraïbisch gebied. Want daar zitten ook Belgische toeristen. Morgen vertrekt er een speciaal Belgisch interventieteam naar de Dominicaanse Republiek om klanten en personeel te helpen als dat nodig zal zijn. Reizigers die nog moeten vertrekken tussen nu en komende zondag kunnen een reis gratis annuleren of omboeken. De Roemeense verdachte van de moord op Sophie Muilen mag een test met de leugendetector ondergaan. Dat heeft de onderzoeksrechter in Brugge beslist. Wanneer hij die test precies moet afleggen, is nog niet duidelijk. Wellicht volgende week. De advocaat van de verdachte had om zo'n test gevraagd. Sophie Muilen werd in januari dood teruggevonden op het strand van Knokke. Het DNA van de verdachte is gevonden op haar lichaam. De Brit Chris Froome heeft de tijdrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was naar ruim 40 kilometer sneller dan de Nederlander Kelderman en de Italiaan Nibali. Met zijn overwinning is Froome goed op weg om voor de eerste keer de Vuelta te winnen. Hij heeft nu bijna 2 minuten voorsprong op Nibali. De Vuelta eindigt zondag. En dan het weer. Vanavond wordt het even droger. Vannacht neemt de bewolking weer toe en gaat het regenen. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we geregeld opklaringen en halen we zo'n 18 graden. Donderdag meestal grijs, maar wel zo goed als droog. Vanaf vrijdag gaat het weer regenen en harder waaien. Het is ook fris, bij zo'n 16 graden. Was het mooi? Ja, u heeft dan meteen een fan. Kim heeft een berichtje gestuurd via de Q-app. Amai, precies, een echte nieuwslezer. Aangename stem. Ja, inderdaad. Kijk eens. Is ook zo. Kijk. Ja, u heeft al fans. Misschien toch die carrière-switch overwegen, meneer de minister. Als het gedaan is met de politiek. Eerst nog op.